Hey allemaal, in deze video ga ik mijn Project Pen met jullie delen. Ik heb het al een paar keer geprobeerd om producten op te maken. Dat is eigenlijk wat een Project Pen een beetje is. Je gaat dus een aantal producten selecteren die je dan gaat proberen volledig op te gebruiken. En ik ga dus nu al zeggen, ik heb dat al een aantal keer geprobeerd en ik heb altijd grandioos gefaald. Omdat ik gewoon niet de persoon ben die snel producten opmaakt. Ik heb een gigantische collectie. Moesten jullie graag een collectievideo zien? Ik weet dat sommigen daar echt voor zeuren. Ik vind dat soms een beetje... Ik heb daar een dubbel gevoel bij collectievideo's. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar moest je dat echt graag willen, laat het hieronder zeker weten. Dan kan ik het overwegen om het ook voor jullie eens te doen. Maar in ieder geval, ik heb dus een gigantische collectie en het is gewoon moeilijk om producten op te gebruiken. En ik wil ook niet altijd producten opgebruiken, want meestal, producten die ik opmaak, zijn ook producten die ik meestal direct opnieuw koop. Er zijn bepaalde producten die ik dus regelmatig wel opgebruik, zoals mascara's of eyeliners of contourproducten. Maar die koop ik dan ook gewoon direct opnieuw. Dus mijn collectie slinkt op die manier eigenlijk niet. Maar er zijn toch echt wel producten waar ik nu van zeg van kom Emma, het is nu tijd om deze te gaan opmaken. Ze zijn al oud of ze gaan toch stilaan vervallen. Ze mogen opgebruikt worden. Je hebt veel varianten ervan, dus je moet het misschien niet opnieuw kopen. En dat is dus vandaag wat de video gaat zijn. Dus ik ga met jullie delen welke producten ik ga proberen volledig op te gebruiken. Ik geef mezelf, en jullie gaan lachen, ik geef mezelf een jaar om dat te doen. En dat lijkt heel erg lang, maar ik hou van al mijn producten in mijn collectie. En ik hou ook van afwisseling. Ik ben echt niet iemand die twee dagen achtereen hetzelfde doet. Ik gebruik wel dezelfde paletten bijvoorbeeld in een week, maar ik wissel toch altijd af. En dat is met mijn producten gewoon ook zo. Dus we gaan een jaar proberen te nemen om deze producten op te maken. Het is dus nu januari, de eerste maand van het jaar. En ik ga jullie beginnen waar we mee beginnen. Ik zal beginnen met de foundation primer-achtige toestanden. Ik ga beginnen met deze foundation. Dit is al een hele oude foundation van MAC. En dit is de Match Master Foundation. Ik weet dus ook niet of dat ze hem nog verkopen. Ik vind dit een zeer fijne foundation. De kleur matcht mij perfect. Dit is niet gelogen. Dit is inderdaad een Match Master. En ik heb de foundation, ik heb het nu met een rode stift aangeduid. Ik heb de foundation al tot hier opgebruikt. Dus als ik deze nu een paar keer, ja, toch nog zeker... Ik gebruik altijd maar één pompje qua foundation. Ik ben niet iemand die meerdere pompjes gebruikt. Dat vind ik altijd veel te veel. Maar dus ja, ik heb hier niet zo heel veel werk niet meer aan. Maar dus als ik deze een paar keer nog gebruik, dan gaat die waarschijnlijk op zijn. Dus ik heb ook een tweede foundation in mijn Project Pen gestoken. Dit is ook echt al een hele oude foundation. Dit is een Rimmel foundation. De Wake Me Up foundation. Ik vind dit een heel fijne foundation ook weer. Dus dit gaat ook geen probleem zijn om op te werken. Als ik iets graag gebruik, dan is dat ook minder moeilijk om iets op te gebruiken. En hier zit ik ongeveer aan de helft van het product. Dus twee foundations om het komende jaar op te maken. Een concealer heb ik ook toegevoegd aan deze selectie. Deze zal waarschijnlijk voor het jaar eindigt wel op zijn, want die zit al zo goed als op het einde. Dan zal ik die waarschijnlijk veranderen door een andere concealer. Ik weet al ongeveer welke dat gaat zijn, maar dat zal ik tegen dan wel melden. Moest ik toch nog van idee veranderen. Maar dit is dus de concealer. Dit is de Fit Me concealer in de kleur 15 van Maybelline. Dit is echt al een hele oude. Je ziet het ook, de verpakking is best wel vies en vuil. De concealer is ook al een tikkeltje aan de drogere kant, maar ik gebruik hem nog steeds zeer graag. En je ziet, ik zit aan hier, dus ik heb niet zoveel werk niet meer. Het stoppertje van boven zit er nog steeds in. Dus dat ga ik voorlopig er nog niet uithalen, omdat het nog niet nodig is. Maar deze concealer zal zeker, denk ik, niet zo lang duren om op te gebruiken. En ik gebruik hem ook graag, dus dat is geen probleem. Dan iets wat wel moeilijker zal zijn. Dat is dit product. Dit is een transparante poeder. En dit is de poeder die ik eigenlijk altijd gebruik op de set. Dus wanneer ik in studio sta voor mijn werk. Nu, je ziet dus duidelijk dat deze poeder... ik heb die opnieuw gepressed.
En dit soort producten gebruik ik niet meer op klanten. Waarom niet? Ja, ik vind dat dat er gewoon niet professioneel uitziet. Dus van zodra dat het echt zo, dit was maar nog maar een heel dun randje, dat is gewoon niet handig om te gebruiken, want dan moet je echt zo je borstel erdoor doen. En heel dikwijls moet ik, ja, nog... Soms heb je echt zo nog 2 minuten voordat het live gaat, voordat de opname begint, dat je nog moet bijpoederen. En ja, dat moet je snel kunnen doen. Dus dan is dit gewoon niet handig als dat zo'n ringetje is. Maar om zoiets te gebruiken op klanten of op mensen, het is gewoon niet professioneel. Dus deze probeer ik nu voor mezelf te gebruiken. Jullie weten dat ik geen fan ben van poeder op mijn huid. Ik weet niet waarom, maar ik poeder mijn gezicht nooit af. Maar ja, ik ga dus deze proberen op te gebruiken. Ik heb hem al een paar keer toch gebruikt voor onder mijn ogen te zetten. Vind ik ook niet super. Maar ja, voor te filmen of zo durf ik wel al eens wat poeder te gebruiken. Dus daarvoor ga ik die hopelijk gebruiken. En hopelijk heb ik die dus tegen het einde van het jaar toch opgebruikt. Misschien meer dan deze. Deze zal meer gebruikt worden, denk ik, in de zomermaanden. Wanneer ik bijvoorbeeld film of wanneer ik, ja, toch iets zweteriger ben, dan zal deze meer gebruikt worden dan nu in de koudere wintermaanden. Een contourproduct dat echt een ultieme favoriet is en waar ik van denk, ja, weet je, die wil ik ook wel opgebruiken. En dit gaat ook geen probleem zijn om op te gebruiken. Dat is deze van NYX. Dit is de Blush in Taupe. Je ziet, ik heb er al pan in geraakt. Dus dat gaat geen probleem zijn om deze op te gebruiken. En van, zodra dat die op is, kan ik ook de nieuwe variant gaan kopen om die ook te gebruiken. Want daar heb ik ook wel zin in om die kleur eens te proberen. Qua blush heb ik ook één geselecteerd. Ik wou ook graag aan een blush werken, maar ik wist niet goed welke. Ik heb eigenlijk geen enkele blush in mijn collectie waar ik pan heb geraakt. Dus dat was een beetje moeilijk. Dus ik heb een blush gepakt waar ik van weet dat die best wel gemakkelijk op te gebruiken is, omdat het niet zo'n groot product is. En dat is ook weer van NYX, van diezelfde oudere lijn. Dus ook weer, hè, die is aan verandering toe. En dit is de blush Hamptons. En dit is een matte blush. Fel roze blush is zo'n kleur, ja, die ik eigenlijk wel altijd kan dragen. Het is zo'n kleur voor de winter, voor de zomer. Eigenlijk niet dat ik me daaraan hou. Maar gewoon, je kan die goed elke dag gebruiken als je zo'n pop-off color op je wangetjes hebt. En ik weet, omdat ik deze altijd heel snel opgebruik, dat dit waarschijnlijk niet zo lang zal duren om pan te raken. En ja, dit is ook niet een kleurtje waar ik opnieuw zou kopen of zo. Dus dat zou ook weer, ja, een product minder in mijn gigantische collectie zijn. Dan heb ik nog twee cream producten voor de wangen. Het eerste is een creamy highlighter en dat is deze. Dit is de Born to Glow Liquid Illuminator van NYX. Ik zou deze waarschijnlijk meer zal gebruiken als een primer dan als een liquid illuminator. Ik ben niet zot van dit product. Dit is niet een slecht product. Maar ja, ook weer een product dat ik al heel lang in mijn collectie heb. Al van toen de NYX open ging in België. Dus dat is echt al wel een paar jaar geleden. Ik denk ondertussen 5 jaar geleden. Dus het is tijd dat dit product, ja, mijn collectie toch stilaan verlaat. Hetzelfde voor dit product. Het is ook al een heel oud product. Wel ook een fijn product waar ik echt wel fan van ben. En dit is zo'n cream blush stick van Etam Beauty. Etam Beauty, ik denk, niet meer te koop in België. Heel jammer, want het waren echt, echt goede producten. Dat was echt kwalitatief, waren dat zeer fijne producten, maar ik vind het nergens niet meer. Maar dus dit is nog zo eentje dat ik daarvan heb. Je ziet, het is niet zo heel veel, dus het is maar een klein stukje om op te gebruiken. Maar dus daarom dat ik ook deze geselecteerd heb. Hij moet toch op, want hij gaat niet lang meer goed blijven. Op dit moment is er nog niks mis met het product. Dus ik wil er zoveel mogelijk van gebruik maken, nu het nog kan. Dit is trouwens Coral on the Rock van Etam Beauty, maar dus ja, niet meer te koop. Dan heb ik nog een oogschaduwbasis die ik wil opgebruiken. Die is ook al echt zo oud. Echt, als dit geen 7 of 8 jaar oud is, dan weet ik het niet. Ook nog perfect goed, maar ja, toch wel tijd dat ik het wegdoe. Ja, zo'n dingen gebruik ik uiteraard ook alleen maar op mezelf. Hè. Ik bedoel, zo'n producten zullen nooit of te nimmer in mijn kit komen voor mijn werk. Maar dus ja, ik heb die altijd heel graag gebruikt als basis. Dus ik ga deze nu de komende periode als oogschaduwbasis gebruiken. Werkt daarvoor perfect. Dit is de MAC Paint. Ik weet zelfs niet of ze die paints nog verkopen. Vroeger enkel te verkopen in de Pro Store. Kan zijn dat ze in de Pro Store nog te koop zijn, maar ik kom
eigenlijk niet meer in de Pro Store, gezien ik zelf niet meer in Antwerpen woon al zeer lang. Dit is in Untitled, zo'n beetje een topi naturel beige kleurtje. En dan heb ik nog drie potloodproducten om aan jullie te laten zien. Het eerste is een eyeliner die ik echt al wel veel gebruikt heb, die ik ook heel graag gebruik voor aan de onderste wimperrand aan te brengen. Deze is van Kiko. Dit is de Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl. En dit is in zowat een taupegrijze kleur. En dit is wat er nog over van blijft. Dus ook weer, dit kan ik echt wel opmaken het komende jaar. Maar een heel fijn product dat ik heel graag gebruik. Maar ik heb zoveel andere varianten dat ik er niet zo'n 10 van nodig heb. Dus deze ga ik opgebruiken. Wenkbrauwproductje van Bay Beauty, dus van de HEMA. Dat was een raar hikje. De Brow Wonder Fill and Define Pencil. Fijn product, werkt goed. Ik heb hier nog dit van op te maken. Dus ook weer eentje dat vrij snel op zal zijn. Ik heb ook veel varianten van dit soort producten. Dus ook weer om een beetje mijn collectie toch te minimaliseren. Ik weet dat dit kleine stapeltje make-up geen grote impact gaat hebben. Maar het geeft mij wel het gevoel dat ik mijn producten opmaak. Oké. En dan het laatste is een lippotloodje. Dat ook echt al vreselijk lang in mijn collectie zit. Heeft ook al ontelbaar veel favorieten doorstaan. En dat is van Rimmel. En dit is het Exaggerate Full Color Lip Liner. En dit is zo'n fijn lippotloodje. Dit blijft eigenlijk echt wel een van mijn favorieten. Ik heb niet meer zo heel veel. Maar dit is ook al zo oud dat het echt stil aan tijd is dat ik het wegdoe. Maar dan wil ik het liever echt nog een jaar proberen opgebruiken. Zodanig dat ik echt toch het gevoel heb gehad dat het zijn geld waard is geweest. Al sowieso, als ik het niet opmaak, was dit sowieso altijd al zijn geld waard geweest. Voilà, dit waren mijn producten die ik ga project pennen. Dus ik zal proberen om ongeveer elke maand, hou me er niet op vast of het elke maand gebeurt, maar ik zal dus proberen om regelmatig een video te filmen met een update van hoe ver ik sta met de producten. Welke producten gaan snel op of welke producten gaan niet snel op. En zo verder en zo voort. Voilà, dit was het vandaag voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. En op woensdag en op zondag komen er normaal gesproken altijd nieuwe beauty video's helemaal allemaal voor jullie. Voilà, ik ga jullie laten. Salutjes en heb nog een fijne dag of avond. Tot de volgende dag.